tas met een tikje magie. Heksenkaas, de betoverend lekkere smeerdip. Rillerig, loopneus, kielpijn of koorts. Gebruik Avogel Eginafors-tabletten bij griep- en verkoudheidsvirussen. Herstel sneller met Eginafors. Consumenten beoordeeld met een 9,2. Avogel helpt. Boltkings flexibele mesjes scheren elk haartje moeiteloos weg. Waar dan ook. En ze spoelen sneller schoon door de extra ruimte tussen de mesjes. Ga naar boltking.com en probeer het nu zelf. Last van kielpijn? Verminder de pijn doeltreffend en snel met de keelspray van Avogel. De keelspray werkt snel en effectief en is handig in gebruik. Avogel helpt. Wilt u sneller en makkelijker kunnen strijken met goede strijkresultaten? Dat kan nu met de FastFit strijkbankhoes. Vergeet onhandige koffers met touwtjes die losgaan of scheef zitten. FastFit beschikt over een sterke elastische band die perfect sluit om elke strijkplank. De unieke drie lagen hoes combineert anti-slip kwaliteiten van de katoenen top met een dikke filter onderlaag. Daartussen een dikke schuimkern voor optimale warmtereflectie en kreukverwijdering. FastFit is wasmachinebestendig en is beschikbaar in 4 designs. FastFit strijkplankhoes. Nu bij Kruidvat voor maar 5,99. Deze kerst klinkt als NBA in de oren. Met Rockets tegen Oklahoma City Thunder. En meteen daarna Boston Celtics tegen Philadelphia 76ers. Eerste kerstdag live op Ziggo Sports Select. Wat de bonden verstoord. It'll just be great to watch it through. It's about being the fastest. Ja, geweldig moment. De beste sportdocumentaires. Kijk je op Ziggo Sports Doku. Juventus dindert door de competitie. Kan AS Roma de oude dame afremmen? Juventus tegen AS Roma. Wat een wedstrijd! Morgen live op Ziggo Sports Select. Metri-winnaars, FedEx Cup-winnaars, grote naam, veel overwinningen, het feestje van Tiger Woods, de Hero World Challenge. We zijn op de Bahamas, we zijn in Albany. Mooie boten, uitstekende golfbaan, uitstekende spelers. De 20e editie van het eindejaarsfeestje van Tiger met 18 van de beste spelers van de wereld. Voor het 4e achtereenvolgende jaar zijn we op New Providence, het grootste eiland van de Bahama's. De Albany Golf Club ontworpen door Ernie Els, par 72 baan met een lengte van 6683 meter. Hij oogt een beetje als een linkscourse, maar hij speelt toch heel anders. De grootste tegenstander is natuurlijk de wind, maar je ziet het op dag 1 in ieder geval niet veel. En dus, met weinig wind, kon er goed gescoord worden. Zoals Keegan Bradley, winnaar van het BMW kampioenschappenwedstrijd van de FedEx Cup Playoffs. En dan hier de man die een paar jaar geleden een prachtige overwinning hier behaalde. Bill Watson, dat was de eerste keer dat het toernooi werd gespeeld. Won hij met min 25.
bijna een ace voor Bubba op de 5. Moeilijke start voor de gastheer van Tiger Woods. Die dit toernooi vaak won, maar nog nooit op deze baan. We zijn op 7, Woods dus op plus 1. Birdie, birdie. Tiger Woods knokt terug. Slechte Ryder Cup. En de week daarvoor zo'n mooie zege in de Tour Championship in Atlanta. Watson vroeg in de ronde op de Rionderbal. Al Keegan Bradley op min 3. Henrik Stenson, Justin Rose. Twee van de vier Europese spelers in dit veld van 18 topspelers. Alex Noreen uit Zweden en Jon Rahm, de jonge Spanjaard. Reed voor 300, de Masters kampioen. Zijn naam vaak in de koppen van de nieuwsberichten, maar dan niet altijd onder goede redenen. Dan blijven toch zijn ruzies rond de Ryder Cup. Gaan we naar Stenson, die al twee keer tweede werd in de toernooi in 2014. 2016. En een nieuwe caddy aan de tas, vraagteken. Met Scotty Vail op dit moment. Gareth Lord herstelt van een schouderblessure, maar komt hij ooit nog terug bij Stenson? Dat is de vraag. Justin Rose, de Engelsman, heeft een huis hier om de hoek. Dat is een thuiswedstrijd voor Justin. Die hier met een goed resultaat de eerste plaats op de wereldranglijst weer kan overnemen. De man die het baanrecord vestigde vorig jaar, 61. En ook won met 1800. Het zou geen birdie worden voor Fowler. Gaan we naar Keegan Bradley. Goeie punt, birdie voor de Zweed. Patrick Kendler. Weinig spijt dat die dit jaar niet hebben gewonnen. Maar hij staat wel op meer vijf. Hij staat wel gereeld eerst. Patrick Kendler. Hier een birdie voor hem. Kijk eens even, 6 onder par. Maar hij maakte een bogey op de laatste, ziet het. 65, desondanks goede score voor Patrick Kendler. Deze put voor Reed, ook naar een 7 onder te gaan. Snel, downhill. Ik zou zeggen, het breekt een beetje naar rechts vanwege dat water rechts van uw scherm. Wat
twijfel bij Reed en zijn caddy schuine streep zwaar. Dat is lekker rain. Zij dus aan de leiding. Naar dag 1 van de Hero World Challenge. Een mooie vrijdag op New Providence, het grootste eiland van de Bahama's. En de Albany Golf Club ligt in het zuidwesten van dit eiland. We zijn hier bij Tiger Woods. Opende donderdag met een matige 73 en was dus gebrand op revanche. En als er dit soort ballen worden getoverd, dan weet je dat Tiger de tijd er doet. Dit om naar 200 te gaan, dus 300 voor de eerste 9. Stenson heeft ook een optrekje hier op New Providence. Huis in Florida, optrekje in Gothenburg. Ja, mondiale spelers, hè? Gewoon in finale op de 9e. Oh, liefde. Op de eerste met een 72. Maar tapt vandaag uit een heel ander vaartje. Kijk maar eens, 3 birdies en een eagle op de eerste 9. En daar staat Fino inmiddels op de 3e plaats op 2 slagen van Patrick Cantlay. Samenspelen met Dustin Johnson, Stenson, mooie 68, zelfde score voor DJ. Gespeeld. Dan zeg je nou, het ziet er toch ook in fysiek opzicht weer goed uit voor Stenson. Ietsje meer wind dan op donderdag. Stenson gedeeld eerste. De verdediger, Fowler, goede punt. Dat was zijn laatste zege. Dat is geen officiële winkel, dat telt niet mee voor de ranking van de PGA Tour. Vreemd genoeg wel voor de wereldranglijst. Vina. Uitstekende eerste 9 met een eagle op de 9. Zo goed, zoveel top 10 finishes in majors. Deed het goed in de Ryder Cup, maar nog steeds maar 1 overwinning op het hoogste niveau. Puerto Rico 2016. Oh. Reed, de 5e. Miste zijn putt voor birdie. Kijk wat Cantlay dan kan doen. Ja, die hoort het wel. Twee mannen die dus gisteren met een 65 begonnen. Bryson de Chambeau. Dat is een vet meegenomen. Dat is dat. Bryson de Chambeau. Gaan we zwaaien naar Jon Rahm. 71. Net als Fina doet hij het vandaag een stuk beter. Kijk maar eens naar die kaart. Thank you.
par 44. Een mooie pitch van Tiger. Gaat dan wel een birdie worden. En dan Doreen op 8. Alex Noreen, nog steeds op de 300. En dan naar Woods. Korte put voor birdie voor de 300. Vierde birdie van de dag. Schone kaart. Birdies van plus 1 naar min 3. Wij zien hem op de 8e plaats. 5 slagen achter Patrick Cantlay. Fina, de man van de uitstekende ronde. Tot nu toe. Deze put zou hij houden om naar 7 onder te gaan. Oud-kampioen Hideki Matsuyama won het toernooi 2 jaar geleden. Met mooi duel met Felix Centrum. Oh, dank u. Een eagle. 200. Heel goed nodig, hè? Round 12 voor 700. Trak de hole in. Vanuit Carica, noorden van Spanje. Van Atletico Bilbao. Die Fowler op de 15. Een zorgvallige dag voor hem. Dat in ieder geval wel voor Eagle. Kan die naar 400 gaan. Hij zal veel laten liggen, maar ja, een Eagle is een Eagle. 400 is 400. Fowler, kan hij naar 500 gaan? Jawel. Gaat ineens goed met Ricky. Kijk maar eens. Birdie, eagle, birdie. 500. Daar zien we hem ook. 3 slagen achter Stenson en Patrick Cantlay. Spel, geen probleem voor Matsuyama. Run. 8 poppen voor de dag. Oh, dit is het. En de 13e, Justin Johnson. Ah, van buiten de green. Beslissing. Putter uit het verhaal. Begon de dag op min 1. Na een 1-7. Een mooie punt is dit en een goede voor hem. 63 voor 10 onder. Stenson ook op 10 onder. Dat is de stand na 36 holes op de Albany Golf Course. Ja, World Cup Championships. Helpen als je de Fedders Cup wil winnen. En dat deed Justin Rose.
PGA Tour. Dit toernooi telt dus niet mee voor de FedEx Cup 2019. Moeten we wachten tot begin januari, als op Maui een Tournament of Champions wordt gespeeld. Maar eerst dit, het eindejaarsfeestje van Tiger. De 20e editie, voor het vierde achtereen volgende jaar. In de Bahama's, het eiland New Providence. De stand, 1400 naar 8. Fino en Ron naar 2 slagen achter. Tiger Woods, we hebben zijn slot niet meer gezien van de tweede ronde. Maakte een 69, maar wel met een regelincident. Raakt hij de bal nu 2 keer? Was het een double hit? Hij kreeg het voordeel van de twijfel voor een 69. En hier zijn we bij Tiger. Griep was matig opnieuw, maar Tiger volgt zich weer terug zoals we dat van hem gewend zijn. Prima bal, deze slag tot op een meter. Nieuwe birdie voor Tiger. Ondertussen Stenson. Elf ronden. Prima, 5, ijzer 6. Over de hal gehouden. 2 meter, minder dan dat zelfs van de hal. En dan Jan Rahm op 3. Par 5. Prima, boogje 2 en meteen bam, dit er overheen. Stenson, dit voor 1200. Rahm voor 1100. Geen probleem. Putter, zo vaak een vijand van hem. Uitstekende ball striker, maar soms maakt hij nog wat fouten op de greens. Deze week niet. En Stenson, ook hij weet wat het is om puts te houden. Stenson, 13 onder. 2 voor op Finau en Rahm. En dat is een mooie zaterdag tot zover. Ook al omdat tussen Johnson een moeilijke start. Een fors aantal birdies heeft. Come on. Uitstekende par 3 op deze baan waar water in het spel komt. Kijk eens wat een bal van Noreen. Bijna een ace. Gaat naar min 5, dat is daar. Ik zal hem shuffelen. Duitse vader, Koreaanse moeder, Taiwanese moeder, excuus. Die opgroeide in Japan. Zijn vader heeft nog wat Frans bloed in hem, dus het is een echt een internationale speler, deze Xander Schauffele. Een kommetje voor Stet en dan houdt hij dit over voor Burry. Thomas doet het uit in het zakje. Stenson, maar ja, Stenson moet die par 5 nog voltooien. Gaan we naar 11, Gary Wood. 32 op de wereldranglijst. En daarmee dus, tussen aanhalingstekens, dus uit de top 35 van de wereldrang. Stenson, de 9e. Antwoord op Ron. En het antwoord komt er. Birdies op de eerste 9 voor Stenson. Tiger op 15. Ja.
paar 34. Voor birdie. 65 op dag 1, 77 op dag 2. Wat een verschil. En dan nu 66. Ongelooflijk. Tiger, vanuit het zand. Het zijn allemaal pogingen om par te maken. Schaufelen. De 10 onder. Jazeker. 73, 68. En hij lijkt op weg naar een nog lagere score op zaterdag. Dat is de eerste eagle deze week op de korte par 4-14e. Nog geen honger te blijven. Ja. Hoe in het begin zag het. Bogie, dubbelbo, Stenson. Maakt zijn par. Zijn put voor Eagle op de korte 14. Het is iets voldoende mee. Dribbelt wat weg aan het eind. Birdie voor hem. En dan tweede nu. Zo, met Ron. Dan naar Fowler. Eagle op 14. Meteen weer toeslaan op de 15e. Wie weet, wie weet. Zo lijkt het. Twaalfde hol. Stetsen. Zegt iemand en terecht. Goede put hoor, van de zweet. Thomas op de laatste. 70 op dag 1. 70 op dag 2. Tiet, vrije bal. Zou deze put houden voor de 70. De 6 om. Fowler op de 16e. Park. Sharper. 18.
shuffelen voor een 66 en 900. Stanton, 2 meter put voor par. Pookje vrij vandaag. Dat wil hij graag blijven. De bogey van de ronde voor Henrik Stenson. Oh nee, op 17, hij is er 9. Geen probleem voor hem. Fowler, tweede op de par 4, 18. Noreen, de man van de all-in-one op 17 en dan eindigt hij met een birdie. Wat een vreemde dag voor Alex Noreen. Birdie, eagle, triple, eagle, birdie. 800, Noreen. Birdie Fowler, 67 voor 1000. Kan hij morgen met succes de titel verdedigen? Dat is de vraag. Slagen goed, hè? Met dat baanrecord. En 61 in de slotrol. Brown. Een paar weken geleden tweede in het Tour Championship van de Europese Tour. In Dubai. Dit zo meteen voor hier. Oeh, vind je nou? Slechte link. Oh! Oh! Holt er maar bijna uit. Perfect. Maar hey, wel een birdie voor Jon Rahm. Birdie, dat is Stenson. Geen probleem.
Leiden, 1400. Wie nou? Paar naar die fantastische herstelslag. En Alden, 67, 1300. Tony Fina. Stetson, Bobby de 16e. Drie leiders op 1300. De baan. 18 van de beste spelers van de wereld. Drie spelers aan de leiding na 54 holes op 1300. Rahm, Finau, Stenson. Wat is er tot nu toe gebeurd? Tiger Woods in de allereerste groep. De nummer laatst na 54 holes met min 2. Rode lantaarndrager. De man in het rode shirt, Tiger Woods. Dat is niet de plaats waar je hem dan het algemeen ziet. Finau. Prima punt van Tony Finau. Daar staat ze. Tweede slag op de par 5 derde. Uitstekende slag van Hendrik. Of blijft die bal daar niet liggen? Ja, net. Run. Van deze par 5 in de laatste groep samen spelen met Tony Fina. Debutant Run in het toernooi. Aan de leiding samen met Fina, min 14. Ah, come on! Inmiddels al op de 13e. Oh, come on. Fuck. Mooie birdie voor Tiger, maar meer in de categorie too little too late. Met de hybride, prima gedaan. Goede oplossing. Veel spelers kozen wel andere oplossingen. Maar Stenson laat zien dat dit soort slagen met dit soort stokken toch uitstekend zijn. En uitstekende oplossing voor banen als deze. Precies wat hij wilde, die check. Moeilijke dag op deal voor de Tiger, de vorm is er niet. Na dit toernooi trekt hij er, wat spel betreft, in ieder geval de stekker uit. Maar hij is ook President's Cup captain voor Team USA en hij moet dus door naar Melbourne voor de competitie. Daar in Melbourne voor het najaar 2019 de President's Cup gespeeld. Oh. Fowler. Tiger trouwens.
zagen ze twee ballen in, op 9 in het water. Maar ja, die laten PGA Tour liever niet zien. Hè. Altijd een goed nieuwsshow bij de Amerikanen. Het is wat het is. Andere spelers zien we de fouten slaan. Tiger zien we de fouten meestal niet. Ja, dit zijn zijn cijfers voor het afgelopen seizoen. Komt in de eerste ronde en steeds hogere scores. Chambeau. Oh, met zo'n witte broek aan. Oh, Bryson. Oh, maar de bal is mooi. Bryson is Chambeau. Dan al die zwarte spikkels, een soort 101 Dalmatiërs broek heeft hij nu. Ging je nou? Op 1500 te komen. Just een roze bezig met een goede laatste ronde. Als hij vandaag gedeeld tweede wordt, dan neemt hij de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van Brooks Koepka. Dus een toernooi in een toernooi, zullen we maar zeggen. Run. Zonder te blijven. Geen probleem voor Bubba. Ja, gisteren een grote voetbalwedstrijd Georgia tegen Alabama. En Bubba is Georgia. Thomas, Alabama en Alabama. Om. Ja, 0 punt voor Ron. Al 16 onder 1 slag voor op Tony Fina. Maar, dat gezegd hebben we. Als je 4 birdies maakt in 5 als tijd. Goeie poging, niet goed genoeg voor Fina. Scotty Vale. Johnson.
Werk voor hem, dat is die van de wereldranglijst. 10 onder. Dat terug naar 9. Ja, ja, wat een up and down voor Bernie. Stenson. Matsuyama en Woods. We hebben snel gespeeld en zijn inmiddels al op. Tiger, één stapje voor als het gaat om de rode lantaarn. Deze run. Steken de drive. Op deze par 5. Is gezichtsbedoeld van de Pro Tracer. Oh, wat een bal zeg. Wat een bal. Ongelooflijk. Dit voor Eagle. Maar ik zou hem niet houden. Dit voor Eagle. Stenson inmiddels in de problemen op de tiende. Johnson inmiddels op de par 4-13. Zelf al schade heeft aangericht bij de concurrent. Het was jarenlang matig, maar hard gewerkt en is een stap voorwaarts voor hem. Tina. En wij inmiddels op de 15. Tweede slag op deze par 5. Je moet je birdie maken. Doe je dat niet, dan heb je het idee dat je minimaal 1 en misschien wel 2 slagen inlevert op de rest van het veld. Ja, Eagles en ook man. Yes sir, Patrick Cantlay. Goeie tweede, 9 tot nu toe. Kijk maar, op dit moment vierde, want wel 4 slagen achter stand op Fino. Dat weer wel, ja. Fino gaat niet echt lekker hier op deze helden. 4 slag op deze par 5. Deze is fraai, deze is heel fraai. Tony Fino. Salt Lake City. Van Stenson om op 1400 te blijven. Heeft hij doppen? Fowler. Zoals altijd op zondag in het oranje. Dat zijn de Universiteit van Oklahoma State. Deze bal een meter achter de pin en die put zou hij holen. Ra? Nice. Wow. Nice. 18 over, de leider van de laatste ronde van de Hero World Challenge. John Ra. Birdie op de laatste, Keegan Bradley, 6 onder. En dan paar jij weer terug in de winner's circle. Rose, op jacht, naar plek 2. En hij gaat even, nee, ja toch, 1400. Gaat het toch gebeuren?
64 als slotakkoord. Eén slag inleveren. Het worden er twee. Oh, Tony, Fina op deze korte park hier. Dit is echt een hamerslag. En Rose nu. Alleen twee. Fina, vier slagen achter op deze man, op Jon Rahm. Rahm kan zelfs naar 19 ondergaan. Oh, goddamn useless. Yeah. Three shot swing. Rahm, Fina. Five slagen verschil. Op de par 5 en 5 stuks. Hij heeft daar gedaan wat hij moest doen. En op 1 al te gaan. Die zegen, het is vrijwel zeker dat hij die gaat behalen. Ja, dat is er moet iets heel raars gebeuren. Dat is dat ja, beautiful points. Beautiful swing, zegt hij. Okay, heel terecht. Wordt hij gedeeld tweede? Neemt hij die plek over? Of gaat Fina nog iets leuks doen op de laatste? Want dat kan natuurlijk ook. En dan wordt Rose derde. En dan blijft Koepka de nummer 1 van de wereld. Eerst maar eens naar Rahm. Nee. Geen birdie als slotakkoord. Maar wel een fantastische slotronde van de Spanjaard markeert de bal even. Nee, dat doet het niet. Fina heeft al geput. En hij is de winnaar van de Hero World Challenge 2018. Thank you.
Cup gaat morgen verder. Live op Ziggo Sport Extra. Ik word er een beetje gek van. Ik heb het gevoel dat ik wel dichtbij het zit. Dat is echt schaamteloos. Dat is ook kwaliteit. Ja, jij bent goed. Ik vond het goed, hè? Jack en zijn team nemen het weekend door in Rondo. Zondag live op Ziggo Sport Select. Elke eerste donderdag van de maand volgen we 4 Olympiërs bij Ziggo Sport. Alle emoties, ontberingen. Toen ik eigenlijk gelijk opgenomen op buiten raken. En strijdlust. We kunnen niet aan. Op weg naar de ultieme beloning. Ja, in Tokio wil ik voor mij uitgaan. De documentaire serie van hier tot Tokio. Elke eerste donderdag van de maand om 10 uur op Ziggo Sport Select. Hi guys, I'm here with a few friends, and we're gonna get out for the Wasabi Challenge. Let's go! Yeah, let's go! Hij wil lekker zweten op salsa muziek, maar zijn motorvrienden niet. Peter is gerust. Hij vertrouwt op zijn ambipuur luchtverfrisser, die geurtjes continu verwijdert tot wel 90 dagen lang. En zijn dubbelleven geheim houdt, zodat zijn hobby niet in de lucht blijft hangen. Ambipuur. Breathe happy. Wij zijn gemaakt om te maken. Dus ga aan de slag. Kom deze zaterdagochtend van 9 tot 11 naar Praxis voor 25% korting op bijna alles. Voor de makers. Praxis. Wilt u sneller en makkelijker kunnen strijken met goede strijkresultaten? Dat kan nu met de FastFit strijkplankhoes. Vergeet onhandige koffers met touwtjes die losgaan of scheef zitten. FastFit beschikt over een sterke elastische band die perfect sluit om elke strijkplank. Nu bij Kruidvat voor maar €5,99. Loor koffiebonen. Perfect gebrand. Met alleen eerste klas bonen. Die voldoen aan de Loor Gouden Standaard. Geniet van de intense en verfijnde aroma's. Loor koffiebonen. Ga voor niets minder dan goud. Bij aankoop van een montuur vanaf €39 krijg je nu bij Hans Anders gratis enkelvoudige of varifocus glazen. Zo heb je nu al een complete bril vanaf €39. Ga dus snel